blijft hij gewoon zitten. Nou ja, maar sommige auto's die rijden door. Ze wachten niet allemaal hoor, nee. Dus ja, ik hoop dat dat goed is gekomen, dat hij straks thuis komt. Ja, en hier hebben we Ewin, hè. Ja, meisje. Hier hebben we Ewin, hè. Ja, hè. Ewinnetje. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hele goedemiddag, lieve vrienden. Ik wens jullie allen natuurlijk een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Vandaag een drukke dag, want Rutty komt met Bibi langs. Hij blijft ook hier eten. Mijn buurvrouwtje komt even. Nou, die wil denk ik niet op de vlog. Nee, dat is geloof ik niks voor haar. Ik weet het zo niet. Maar in ieder geval, we gaan het wel gezellig maken. En de buurvrouw die komt maar heel even. En ik ben al met Rijke uit geweest. Ik moet enkel nog voor het eten zorgen voor ze, dat ze dat krijgen. En ik moet zelf natuurlijk ook. En natuurlijk een bakje koffie, ja. Het is 3 minuten overheen en rond 1 uur of 2 komt Ruud. Dus ik heb nog de tijd. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik Rijke al heb uitgelaten. Dus dat is de eerstkomende uren niet meer van toepassing. Ik heb het eieren al gekookt, ik moet enkel nog dat geel eruit halen. En dan gaan we daar 2 soorten mengsels van maken om daar vulling, vulling van te maken. Heijo! Maar oké, rest is netjes allemaal, dus het komt allemaal wel goed. En ik wens jullie allemaal natuurlijk hele fijne, liefdevolle, prettige, zalige paasdagen en geniet ervan. Het is prachtig mooi weer. Ga lekker buiten het zonnetje zitten. Dus noods een boekje erbij of wat dan ook. Ja, vanmiddag kun je er nog eens een keer drankjes bij nemen. Ook jullie kunnen hapjes maken. Is het niet voor jezelf, dan is het voor je gezin. En anders wel voor jezelf, voor jij. Ik bedoel, als je alleen bent, blus je ook wel wat lekkers, toch? Je mag je best zelf verwennen. Ook al ben je alleen. Ja. Helemaal goed. Maar verder, je kunt niks doen, hè? Nee, je mag niet echt wat doen. Nee, er zijn geen festiviteiten, er is niks. Alles is afgelast. Dus ja, maak je er zelf een feestje van. Ja, toch? Gaan wij wel doen, ja. Maar oké, ik ga nou een bakje koffie maken en voor de dieren zorgen. Daarna ook voor mezelf een broodje. En dan eieren doen, et cetera. En dan komt het ook allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, helaas ben ik verder niet aan het vloggen toegekomen. Mijn excuus daarvoor. Want ja, we hadden het zo ontzettend druk. Ja, ik ben buiten geweest. De wind woeit door me heen. Ja, ik kan er niks aan doen. Het zit nergens naar. Maar het maakt ook niet uit. Nee. Ik heb Ruud naar huis gebracht. Ik heb bij Ruud een bak koffie gedaan. We hebben het wel heel gezellig gehad. Maar we hadden het ook druk over dingen wat een ander niet aanraadt. Dus ja, dan vergeet je ook automatisch de camera te pakken wanneer het wel kan. En ik heb het ook druk gehad. En als je ziet wat voor afwas er staat. Nou, ik laat het jullie morgen zien, want het is daar nou donker. Rijka die is ook het boekje zoek, die is moe. Kandalf, waar die is, Joost mag het weten, want die liep een heel eind met ons mee. En toen hoorde die rare geluiden ergens daar komen en toen is hij weer weggedoken. Maar ik dacht, nou die zal thuis zijn, maar noppenjendo. Dus ja, ik hoop dat mijn beestje wel zo meteen thuis komt en dat hij niks mankeert. Want daar maak ik me altijd wel weer zorgen om. Want als je ziet hoe hij is als hij meeloopt met een ronde met Rijka, je houdt je hart vast. Hij gaat gewoon midden op de weg zitten. Komt er een auto aan? Nou, dan laat maar komen. Ik zit hier goed hoor. Ja, kom maar. Ik zit gewoon niet goed. Ja, loop weg. Loop aan de kant, weet je. Blijft hij gewoon zitten. Nou ja,
maar sommige auto's die rijden door. Ze wachten niet allemaal hoor, nee. Dus ja, ik hoop dat het goed is gekomen, dat hij straks thuis komt. Ja, en hier hebben we Ewin, hè. Ja, meisje. Hier hebben we Ewin, hè. Ja, Ewinnetje. Dus ja, we hebben het druk gehad en nou moet ik eigenlijk nog een vlog in elkaar zien te zetten. En ik moet naar YouTube, dus ik zet het nog heel, heel erg druk. Ja, dat morgen plak ik weer hier aan vast, dus gewoon de paasdagen. Simpel. Drukke dagen en morgen rustig aan. Ja, ja, de vaten doen, et cetera. En ik hoop dat Gandalf hij dan wel thuis komt, anders dan ben ik morgen niet te genieten en dan vlog ik morgen ook niet. Nee. Maar in ieder geval, we zullen het beleven. Ja, mrauw. Jij krijgt ook zo eten, ja. Dat moet ik even pakken. Het staat daar opgeruimd, dus. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, we spreken elkaar later. En als Gandalf terug is, laat ik het jullie uiteraard even weten. Ik zou zeggen, tot dan, doei! Ja, lieve vrienden, ja, mijn camera die staat niet helemaal zoals die wezen moet. Ik krijg hem even niet beter. Nou ja, zomaar even. Ik ben lekker laat. Ik heb lekker lang uitgeslapen. Wel tussendoor wakker geweest. Maar ik had ook weer eens een keer knallende hoofdpijn. Ja, wanneer niet, hè. Maar het maakt niet uit. Ik ben er weer. Ik had een filmpje gekregen van Roderick. En die ga ik vandaag doorsturen naar een heleboel. Want er zit een kloof van waarheid in. Althans, ik vind dat. En dat moet iedereen maar eens lezen. Nee, dat zeg ik niet. Ik ben mijn telefoon even vlot aan te halen. Maar in ieder geval, ik wens jullie ook natuurlijk weer een heel warm welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beterboel. Het is vandaag maandag, tweede paasdag en het is de 13e april. Gelukkig geen vrijdag dus, maar ik ben niet bijgelovig ook. We leven om 14:48 en ja, omdat ik van alles en nog wat eventjes ertussen door kreeg, ben ik ook later beneden dan ik gepland had. Ik ga nou Rijka lekker even uitlaten, lekker even de buitenlucht in. Het is wel kouder dan gisteren. Het is ook bewolkt. Het zonnetje schijnt wel af en toe ertussendoor. Beetje waterig. Het scheelt een dikke winterjas en het scheelt ook weer dat ik de kachel aan moet doen. Ja, ik had hem gisteren niet aan en eergisteren niet aan, dus ja. Maar nou is het zodanig koud dat ik hem wel aan moet doen. Kan ik ook niks aan doen. Ik ga ook niet in een koud huis zitten. Nee. En dat is een auto, Rijka. Ja, dat is een auto. Dus ja, ik ga lekker eventjes aan de wandel met mijn hondje. En Kandolf die is binnen, die gaat nou dit keer niet mee. Want ik sta doodsangst uit. Die blijft lekker binnen. Dit keer. Simpel zat. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie tweede paasdag. Ga ik ook doen. Ik ga niks speciaals doen vandaag. Ja, de vaten opruimen en ik ga voor de computer en voor de televisie hangen. En ik eet vanavond dit. Met wat erbij? Weet ik niet. Misschien wel gewoon een broodje. Ja, ik weet er nog niks van. Misschien gewoon noedels, ik weet het niet. Maar in ieder geval dat. Ja, eentje hoor. Twee vind ik te veel. Heb ik er morgen nog weer een. Ja toch? Ja. Nou, lieve vrienden, geniet ze en we spreken elkaar. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik heb een bak koffie voor mijn neus staan. De diertjes zijn aan het eten. Maar, een vriendin van mij is vandaag jarig. En die wil ik ook via deze weg even van harte feliciteren. Ja, zij heet Mary Hokke. En woon ik in dezezelfde stad en vanwege de coronavirus, ja, kees het enkel voor de zelf vieren en voor degene die bij haar in huis is. Maar ze mag verder niemand ontvangen natuurlijk vanwege de corona. Maar lieve Mary, lieve schat, van harte gefeliciteerd met je verjaardag en nog vele jaren erbij. Dus ja, lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hippiedehiep, hoera! Hippiedehiep, hoera!
Ja, meisje, je bent weer een jaartje ouder. Ja, nou ben je precies even zien. Je was, ik geloof 73, hè? Nou, dat mag iedereen weten, hoor. Mooie leeftijd, echt wel. Ja, dat... Het is toch mooi? Het is toch heerlijk nog? Ja, gewoon weer verder gaan met je leven, schat. En als dit allemaal voorbij is, gaan we weer lekker even een keer ontoer. Ja, en dan camera mee, Rijka mee, gezellig. Ja, dat ik zou zeggen, lieve schat, ik spreek je snel en dat is eerder dan dat jij weet. Ja, want ik bel je zo op en dat weet je lekker nog niet. Nee, in deze vlog die komt ook nog niet vandaag online. Nee, ook dat nog niet. Maar in ieder geval, ik wil je wel bij deze van harte feliciteren. Vandaag 10 april, tweede paasdag, ben jij jarig, ja. Dus meisje, geniet ze en denk om je lijn. Ja, niet te veel snoepen van datgene wat niet helemaal goed is. Ja, ik bedoel, je kan een eitje eten of wat dan ook, maar hou het bij gezond. Ja, lieve schat, we spreken elkaar. Doei! Ja, lieve vrienden, het is, ik zie er niet uit, maar ik ben ook weer buiten geweest met Rijka en het is zo koud. Maar dat dan gaat, mag je nu wel blij zijn dat je thuis moet blijven, ja, of in je huis moet blijven. Want het is echt bar koud. Er is niks aan als een dag vandaag, het zonnetje mag dan wel geschenen hebben, maar het was zo koud. Nou, en we hebben ons eten ook al achter de rug. Rijka is dus al uit geweest. Ik heb een vlog gerend, die moet ik ook nog naar YouTube brengen. Dus morgen komt er ook gewoon weer een vlog online. En ik heb een bak koffie staan en nog een wijntje. Dus ja, daar ga ik me nog zo meteen eventjes van genieten. En ik zit naar mijn ziekenhuisserie te kijken. En straks komt de goede tijden, slechte tijden weer. En ik heb ook gehoord dat goede tijden, slechte tijden ook weer terug zal komen met het volgende seizoen. Maar ja, momenteel staan de opnames stil. Dus ja, wanneer dat zal dan geschieden, ja, dat moet ook weer langzaam opgebouwd worden. Maar momenteel mag dat en kan dat nog niet. Nee. Wat ben je nou allemaal aan het doen dan? Hé, dame. Ja, en vandaag politie hier in de straat, een aantal auto's. Later kwam er een andere leuke wagen die een takel had. En dan werd er een auto weggesleept. Of die verkeerd geparkeerd stond. Dat het een huurauto was of wat dan ook. Of een auto achterover gedrukt, ik weet het allemaal niet. Boeit me ook niet? Nee. Maar in ieder geval, het was wel weer even leuk, ja. Even weer een hele toestand. Maar daar ga ik niet naartoe. Ik ben gewoon binnen gebleven. Enkel mijn buurvrouwtje is weer even geweest. Want ik had wat voor haar. Nou, die heeft ze opgehaald. En trouwens, ik had gisteren nog wat van Ruud gekregen. Ook zo leuk. Moet ik even pakken. Zo. Dan zet ik het op mijn hand neer. Beter, ja, hoe doe ik dat? Zo. Leuk toch? Ja, ik moet hem even schoonmaken door. Maakt niet uit. Hij is leuk. Dit is een ballerinaatje die zit op de kontje uit te rusten, denk ik. Ja toch? Toch leuk? Ja, omdat hij mocht blijven eten. Ja, nou, ik hoef niet iedere keer een cadeautje, weet je. Kom op zeg. Nee, ik nodig hem toch uit. Dan hoef ik niet wat voor terug te hebben. Maar oké, lieve vrienden, ik ga verder televisie genieten en ik wens jullie allemaal een hele fijne, liefdevolle avond. Doe wat je doen moet, doe wat je niet doen, doe niet wat je niet doen mag. Hè, wat een mond vol. Ja, hondjes uitlaten oké, maar zoek elkaar niet op en denk om die 1,5 meter, 1,5 meter van elkaar af, het liefst 2 meter als dat kan. Dat, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen gaan. Ga ik ook doen.
En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Doei doei.